Welkom bij de Snoepjes Brickshop. Vandaag heb ik voor jullie de 7761 de 1989 Batwing van Lego. De set bestaat uit 2363 onderdelen. Dat is een 18 plus set. Ja, mooie doos. Ziet er mooi uit, zwart. Dus van december geloof ik is die uit. De achtergrond is niet meer leuk, voor details. Maar ik heb er niet één. Nee. Ik heb er twee. Alsof dat er niet genoeg is. Dan heb ik er drie. Nou weet je wat, we gaan even door. We gaan eens hier een vijfde. En zes. Ik heb zes dozen. Speciaal voor de Brikkeling en Brikkelwinkel. Dus deze gaan allemaal uit elkaar gehaald worden. Het wordt helaas geen review dit keer, maar een part-out video. Waarin ik jullie even kort wil laten zien hoe ik te werk ga met part-out. En deze staat best een uitdaging. Ik heb al even gespiekt. Zullen we even kijken wat er allemaal in zit. Je ziet eigenlijk alleen maar zwart. Doos. Ja, Lego zou Lego niet zijn. Als we behalve wat, oké. Wat geel, wat grijs, nog een geel, LBG en blauw natuurlijk. Of groen mag natuurlijk niet ontbreken. Ja, als het geen Lego zou zijn, zou het zijn. Een beetje tang. Maar hoofdzakelijk wel heel veel zwart. Nou, een boekje en een stickervel. Er zit één poppetje in, ik zie hem zo niet. Die gaat voor €25 bij een over de toonbank. Even kijken of ik hem kan vinden. Ja, de draaiing tegenkom, maar een foto en die plak ik dan wel recht boven hier. Daar komt het fotootje van het poppetje. Kijk, bij mij, was een compleet, dat is de key met een masker. Maar ik zie hem zo niet, ja. Nou, hoe ga ik eruit? Als eerste worden alle dozen opengemaakt en dan pak ik altijd even de grote onderdeel waar ik geleverd word. Daar gaan we de zakjes in doen. Die zakjes. Ja, even uitsorteren. Nou hier. Yes. Dat doen we dan 6 keer. De dozen die gaan bij op papier, want daar heb ik helaas geen plaats voor om dat allemaal te bewaren. En dan heb ik van 6 dozen 1 doos gemaakt. Ik heb hier de raampjes heb ik al apart. Ik heb
Kijk, ik brek apart en hier een zakje apart. We gaan zo eerder mee naar de kantoor toe om uit te pakken. Doe niet voor sorteren. Ik ga even inhand voorbereiden hier en dan ga ik zo verder met sorteren. Zoals jullie zien, ik heb hier diverse bakjes neergezet. Die gebruik ik altijd om te sorteren. Ik heb een mooi matje van een Deense woonwagengigant. Ik gebruik altijd als ondergrond zodat mijn steentjes lekker zacht liggen en niet te veel beschadigen. Ik heb andere zakjes waar ik eigenlijk niet zo uitpak. Die heb ik eruit gepakt en wat zag erin. Een mooie, wat is het? 16, 8, ik moet even twijfelen. 8x16 tile. Jammer, ik denk dat de nopjes er doorheen schijnen. Wou ik jullie even niet houden. Nou, wat doen we altijd? Ik ga altijd zakje voor zakje klaar. Het hoofd staat er niet helemaal op, maar ja, niet belangrijk. Normaal doe ik vervolgens alleen op kleur. Dan tot het zoveel zwart is, ga ik zwart meteen even opsplitsen. Alleen even kijken waarin. Anders wordt het echt niet te doen. Ja. LBG, DBG, TAN. Dan maken we een bakje met sloops. Een bakje met brick. En een bakje met inker 2. En even kijken hoe dat hoe ik verder uitkom. Ik ga je niet lastig vallen met de hele film van de hele paar of die 6 dozen, 15.000 steentjes. Ik doe af en toe even een stukje timelapse, kunnen jullie meekijken. En als ik alles voor de eerste keer gesorteerd heb, volg ik er een tweede sortering. Maar dan spreek ik jullie weer. Alle 15.000 stenen hebben inmiddels mijn handen één keer gepasseerd. Ik heb in principe alles op kleur gesorteerd. Dat wil je naar de foto kunnen zien. Ik heb, in het zwart heb ik wel meteen de schifting gemaakt met plates, sloops en bricks. En thuis, dat makkelijker verder sorteren is dadelijk, anders moet ik 6 kremanden pakken. Je zult misschien denken van waarom doe je niet meteen alles
op zorg meteen sorteren aan de kleur, omdat ik daar een gegeven moment gewoon plaats gekocht heb. Ik heb alleen deze zwarte bakjes die gebruik om uit te sorteren. Maar als ik in één keer alles wil sorteren, heb ik hier wel, 50 van die bakken staan. En dan vind je ook gewoon de weg niet meer. Ik ga nu beginnen met het op zorg sorteren. De kleur en het soort. Ik begin met tan. Oké, je maakt een klein hyperlapse filmpje. Ik ga het niet helemaal uitgebreid filmen. Want met de eerste sortering ben ik ongeveer 3 uur bezig geweest. Ik denk dat ik hier ook weer een kleine 3 uur mee bezig ben. Dus als je dat helemaal terug gaat kijken, dat is oer en oer saai. Ik ga snel beginnen, dat ze sneller kunnen de sintjes online. Na een dikke 6 uur gesorteerd te hebben, ziet het er zo uit. Alles mooi op kleur en op stoor in zakken en in bakken. Klaar om ingeruimd te worden. Als eerste ga ik nu eerst BrickSync in master mode zetten. Vervolgens ga ik naar BrickLink. Voer er alles in, setnummer, aantal sets waren er 6. Die voor Remark de nieuw, dus heel belangrijk straks voor mij. Submit voor edit. Nou, dan komt de hele waslijst voorbij. Alle steentjes. Er zijn er een paar waar de prijs aangepast moet worden. Hier bijvoorbeeld de kloot. Nou, die kost gemiddeld €8,21. Er is één van te koop. En die is gebruikt. Dus ik zou hem zo op €9,99 kunnen zetten. Omdat ik de enigste ben. En dat ga ik ook doen. Nou, kijken de rest allemaal. Ik zie verder geen... Geen open prijzen, dus even omlaag scrollen. Ja, ik geloof het wel. Ik krijg daar toch een waarschuwing. Nou, 14.364 items. Verify. Dit gaat even duren. Ondertussen heb ik hier rechts Rust geopend. Dan maak ik altijd een backup van het bestand. En die heb ik ook nodig om het in te ruimen dadelijk. Even wachten tot dat prikkeling alles verwerkt heeft. Nou, daar komt de waslijst. Nou, dan gaan we alles selecteren. Zo, tot daar. Ctrl-C. Ctrl-V in Words. Ja, daar is die. Nou, dan doe ik die opslaan. We hebben nog geen map. Port out. 6 keer 7 6 1 6 1 19 80 bad wing. En de data van vandaag, 02-02-2021, opslaan. Kan die weg. En vervolgens klikken we hier op upload. En dan staat alles online. Tot slot, BrickLink op een master mode opzetten, of BrickSync. Je gaat die BrickLink en BrickOS synchroniseren. Je ziet dat hij gaat updaten. En dan gaan we
wanted list notification uitsturen. En dan ben ik klaar om de hele boel te gaan inruimen. Nadat ik alle steentjes gesorteerd heb, inbrikkeling en brikolie geplaatst, wordt het nu tijd om alle steentjes in mooie bakjes te gaan stoppen, zodat ze stofvrij bewaard zijn en ik ze makkelijk terug kan vinden als iemand een bestelling heeft geplaatst. Daarvoor begin ik in eerste instantie met het Word-document wat ik gemaakt heb tijdens het online zetten van de steentjes. Waar je even rechtsboven lijkt dat zien hoe ze in het werk gaat. Bij iedere steentje wat ik online heb gezet staan remark, ofwel my remark. En zoals jullie hierboven kunnen zien bij de black bar 1 keer L, 1 L wit ink in round plate staat remark 034. Dan pak ik doosje 34, zo 034. En dan vind ik de bars bijna. Moet even kijken welke bak hier zit. Dat zijn zoveel bakken geworden. Dit is echt even een hele puzzel. Ah, kom maar uit. Normaal begin ik met alle bakken gewoon zo neer te zetten. Maar het zijn zoveel zwarte bakken, dat is gewoon niet te doen. Nou, hier heb ik de gewonnen bar 1L. En gaat erin. Mooi, meteen stofvrij opgeborgen. En krijg je de volgende. Blackbar 1 keer 3 red clip en stad. Hier staat my remark nieuw bij, dus dat betekent dat ik nog niet aan mijn inventory heb. Die gaat in een bakje. Vervolgens pak ik even een lege bak. En dan wordt die ingezet. Als ik straks alles ingeruimd heb, dan als laatste ga ik naar deze bakken waar er allemaal bij staat nieuw. Dit is eigenlijk hetgene wat nog allemaal ingeruimd moet worden. Ik heb ook bakjes neergezet waar nog ruimte is. Dat is allemaal een klein beetje behelpen hier met de ruimte. Het begint allemaal een beetje uit de kluiten te groeien. Ik heb hier een bakje 393 waar nog ruimte in is. Dit was de eerste rij. Heel even. Dat zou hier moeten zitten. Nou, hier hebben we het itemtje. We veranderen hier de remark naar 393. En dan gaan we naar de volgende, de bracket. En dan blokken we aan 393. 393. En zo gaan wij alles na.
Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik het meeste al ingeruimd. Wat overgebleven is, dat moet ik nog heel even uitzoeken. Dat zijn items die zijn van, waren te veel in het ene bakje, dus die heb ik even eruit gehaald. Misschien moet ik eventjes weer gaan zoeken. Doe ik buiten de camera om. Nou, het zwart is zover ingeruimd. En rest mij nog even de andere kleuren verder in te ruimen. We zijn weer een dag verder en zoals jullie zien, mijn tafel is weer helemaal leeg. Ik kan weer de bestellingen gaan klaarmaken. Ik ben alles bij elkaar ongeveer 14 uur bezig geweest om de sets uit te pakken, te sorteren op kleur, vervolgens op soort te sorteren, online te zetten en in te ruimen. Met dit filmpje wilde ik jullie laten zien hoeveel werk het is en wat er allemaal bij komt kijken om een nieuwe set online te zetten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Klik dan duimpje omhoog, abonneer je en wellicht tot de volgende keer.